Nou, deze kleine leuke is klaar. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In de video van vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een pinguïn kunt knutselen. Nou, daarvoor heb ik al wat voorwerk gedaan. Ik heb namelijk al het Pinguïn Live heb ik uitgeknipt. Daarvan heb ik een printable gemaakt. Die vind je daar als je die nodig hebt. En daar ga ik een muizentrappetje voor vouwen. Ik weet niet of je nog weet hoe je dat moet doen. Maar voor een muizentrapje heb je 2 stroken nodig. Die heb ik ook alvast uitgeknipt uit wit papier. En die 2 stroken die ga ik op deze manier even aan elkaar vastlijmen. Zo. Nou, en als die stroken vastzitten op deze manier in een hoek van 90 graden, dan ga je ze om en om over elkaar heen vouwen. Dus eerst de ene strook en dan de andere eroverheen. En zo door, totdat allebei de stroken helemaal op zijn. Zo, ik ben bij het uiteinde aangekomen. Het uiteinde lijm ik ook weer even vast. Zo. Kijk, mijn muizentrappetje is klaar. Nou, dit wordt het buikje van de pinguïn. Dus die ga ik hier aan vastlijmen. Ik heb hier al 2 voorbeelden, die kun je zien hoe het wordt. Allereerst vouw ik even het hoofdje, dat is deze. Die vouw ik even om. Zo. En onder dat hoofdje, hier, ga ik het muizentrappetje vastlijmen. Maar ik buig deze eerst nog een beetje voor, want ik heb vrij stevig papier genomen. Dus dat blijft niet zo makkelijk staan anders. Zo. Nou, ik ga het muizentrapje erin lijmen. Aan de bovenkant het lijm. En aan de onderkant smeer ik ook wat lijm. Zo. En die komen dan hier aan de onderkant. En de andere kant die lijm ik hier dus vast. Oeps. En laat los. Nog even opnieuw. Yes. Zo. Even de boel aanduwen. Kijken of je zo blijft zitten. Jawel. Zo. Oh, hij is nog een beetje wankel. Nou, ik ga mijn pinguïn nu een paar voeten geven en een gezichtje. De voeten, die heb ik alvast uit oranje papier geknipt. Die lijm ik hier onderaan. Zo. Weer aanduwen. En dan heb ik ook nog een oranje snaveltje. Lijm ik op het gezicht. Samen met 2 oogjes. Dat zijn wiebeloogjes. Die lijm ik ook vast. Zo, ik buig hem nog een beetje. Even kijken of je nu wil gaan staan. Yes! Nou, deze kleine leuke is klaar. Ik hoop dat je het een leuk knutselidee vond. Zo ja, geef deze video dan even een duim omhoog. En ben je nou op zoek naar nog meer winterknutselinspiratie? Check dan ook nog even dat linkje. Want daar heb ik nog veel meer leuke ideeën voor je verzameld. En wil je in de toekomst geen enkele video meer van ons missen? Dan moet je je zeker ook even abonneren op ons YouTube kanaal. Dat kan via die knop. Dan zie ik je de volgende keer weer. Hoi!